Een aantal uitschakelingen nu in het achterveld als de paarden de laatste rechte lijn zijn ingekomen. Dan is het toch altijd Tortuga B die leidt met op de tweede plaats. Daarachter dan Tennessee BLA. Aan de buitenzijde komt een de andere paarden. Tansenborgen achter de comitéauto ook nog opzetten. We gaan de laatste meters in en het is Tortuga B. Daar komt de 10 naar voren. Tennessee BLA. Die komt heel sterk en helemaal aan de buitenzijde. Komt naar voren. Go Dive van Flevo. Go Dive van Flevo. Erop en erover en in de laatste meters pakt hij het. Go Dive van Flevo. Met aan de binnenkant Tortuga B en dichterbij ook Tennessee BLA. Met verder weg in het veld dan Guess What. De rechter heeft het laatste woord, maar wat een finish. Eén paard is officieel, dames en heren. Dat is de winnaar. En dat is nummer 9, Godai van Flevo. Toonde een kilometertijd van 1.15.3. Zeker geen gekke tijd gezien de omstandigheden. Nou, mooie winnaar. Gefeliciteerd, John. Met Godai van Flevo. Je moet er wel genieten van het vak af en toe. Ja, dat doe ik ook. Je weet, het kan ook zo weer omslaan. En je moet van de momenten genieten, toch? Maar op deze manier rijden, dat laatste stukje? Ja, dat is geweldig. En het zijn lekkere paarden. Paarden zijn goed. En ja, dan gaat het ook een stuk makkelijker. Is het een beetje je specialiteit aan het worden, het finishrijden? Nee, dat heb altijd in me gezeten. Maar ja, je kan finishrijden wat je wil. Als je geen goed paard voor de kar hebt, dan lukt het niet. Toch zit je minder aan de kop dan andere rijders, zou je zeggen. Ja, maar dat heb ik wel eens meer in een verslag gegeven. Ik ben meer een wachter. Ik ben niet echt een koprijder. Als het moet, moet het. Maar liever niet. Het gaat je goed af. Gefeliciteerd. Bloemen zijn in ontvangst genomen door John de Leeuw, dames en heren. U mag in de handen voor de winnaars. Godai van Flevo, John de Leeuw. Meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de kwartetkoers Buck-Lehman-kwartet. En de paarden komen de eerste meters door. We wachten nog even tot het rollend materieel is opgetrokken. En dan zien we een strijd om de leiding ontstaan waarbij Tortuga B uitgeschakeld nummer 1, 1 galop. Een positie in de frontrank heeft veroverd. Dr. Love is intussen uitgeschakeld. En de paarden komen er in hoog tempo door de eerste meters. Tortuga B. Op de tweede plaats Guess What. Daarachter op de derde plaats El Nino. Zo gaan we nu al de laatste ronde in. In vierde stelling Tennessee BLA met op de vijfde plaats daarachter Godai van Flevo. Verder weg Felipe A. Daarachter Superior Diamond. Superior Diamond wordt geflankeerd door Goldie to Chiffon. Daarachter Lila Lobel. En laatste in het peloton ligt Four Wings River. En de paarden gaan de laatste 1000 meter in. En het is een hoog tempo dat hij onderhoudt hoor. Tortuga B. Tortuga B heeft 3-4 lengte voorsprong. Op de tweede plaats Guess What. Aan de buitenzijde komt Tennessee BLA naar voren. Die gaat naar een gedeelde tweede plaats. Verder weg in het veld komt opzetten Godai van Flevo. In het tweede spoor aan de binnenkant volgt dan El Nino. Ook Felipe A die gaat aan de opmars beginnen. En die wordt dan gevolgd door Superior Diamond, Lila Lobel, Goldie to Chiffon en Four Wings River sluit de rij als de paarden de laatste bocht ingaan. En daar leidt nog altijd Tortuga B. Met op de tweede plaats, nu dichterbij gekomen, Tennessee BLA. Aan de reling ligt nog altijd met een zuinig parcours Guess What. Die geflankeerd wordt door Godai van Flevo. En dat zijn op dit ogenblik de vier protagonisten als de paarden de laatste bocht uitkomen. En daarbij voegt zich ook nog Felipe A. En zo hebben we nog... Uitgeschakeld nummer 12, 12 galop. Als de paarden... Uitgeschakeld 11, 11 galop. Een aantal uitschakelingen nu in het achterveld als de paarden de laatste rechte lijn zijn ingekomen. Dan is het toch altijd Tortuga B die leidt met op de tweede plaats. Daarachter dan Tennessee BLA. Aan de buitenzijde komt een de andere paarden. Tansenborgen achter de comitéauto ook nog opzetten. We gaan de laatste meters in en het is Tortuga B. Daar komt de 10 naar voren. Tennessee BLA. Die komt heel sterk en helemaal aan de buitenzijde. Komt naar voren. Godai van Flevo. Godai van Flevo. Erop en erover en in de laatste meters pakt hij het. Godai van Flevo. Met aan de binnenkant Tortuga B en dichterbij ook Tennessee BLA met verder weg in het veld dan Guess What. De rechter heeft het laatste woord, maar wat een finish.